Het is weer dinsdag en daarom is het tijd voor de nieuwe Q&A Tuesday met tal van vragen die we allemaal gaan beantwoorden. Ja, aflevering 50, hè? Aflevering 50. Een bijzonder moment. Het is een feest. Ik heb mijn mooiste kleren aangetrokken, maar jij was ik dat niet, vergeten. Helaas. Ja, jammer, dan is het geen feest. Oké, we hebben weer heel wat vragen allemaal en twee pagina's vol. Laten we maar gewoon beginnen met de eerste. Ja. Grand Theft Assassin, het is trouwens Grand Theft Auto, maar hij heeft zijn naam veranderd. Oh. Die vraagt zich af welk deel van Far Cry wij het beste vinden. Welk deel van Far Cry vinden we het beste? Ik denk nog altijd de eerste. Dat denk ik dus ook. Ik vond die speciale krachten en zo, dat je heel ver kon rennen en heel hard en hoog kon springen en zo, dat vond ik gewoon heel goed. En ze zijn nu de serieuzere kant en realistische kant opgegaan. Vind ik op zich wel jammer. Dat is nu eigenlijk meer Crysis geworden. Ja, want Far Cry, de eerste Far Cry was natuurlijk van de mensen van Crysis ook. Ja, die, van Crytek. En toen is deeltje 2 en deeltje 3 nu is door Ubisoft zelf gemaakt. Ja, hè? Klopt. En dat verschil heel anders, ja. Dat verschil merk je wel, ja. Maar het zijn allemaal goede games. Maar de eerste die is echt nog steeds, die staat mij best erbij. Sluit ik me bij aan. Ander vraagje, wat vinden jullie van Far Cry 3 Blood Dragon? Ik heb de trailer gezien. Ik vond hem wel grappig. Ja, is wel leuk. Een soort humor van de jaren 80, tekenfilms en zo. Ik was met Sebastian bij de onthulling van de game in Londen toen. Vorige week of zo. Maar daar krijg je nog een reportage van te zien. Sebastian vond hem heel erg vet. Die heeft hem ook een half uur zitten spelen en die heeft ervan genoten. Ik heb mezelf helaas toen niet kunnen spelen, maar wat ik ervan zag was wel heel erg tof. Heel erg mooi steltje. Ja, heel leuk. Wat hij zich ook afvraagt, wat willen jullie zeker terugzien in Grand Theft Auto 5? Wat willen we zeker terugzien? Terugzien, ja, ik denk gewoon uit de serie, wat we eerder hebben gezien. En wat ik wel graag terugzie is in Grand Theft Auto San Andreas. Daar had je zo'n leveltje en daar kon je een jetpack stelen. Een jetpack, ja. Dat vond ik heel leuk. Ja, en gewoon in het algemeen vliegtuigen zoals jumbo jets en dat soort dingen. Die komen dus gewoon terug, straaljagers van alles. Ja, zit er allemaal in. Dus ik hoop dus ook dat de jetpack erin zit. Oké, goed verhaal. Ja? Johet, die heeft nog een vraagje. Speelt er iemand van de redactie League of Legends? Daan, speel jij League of Legends? Nee. Jeroen, speel jij? De rest van de redactie? Nee. Oké, niemand? Helaas. Nee, oké. Kunnen we verder weinig over zeggen dan? En dan waarschijnlijk ook geen livestream, dat vraagt hij zich ook af. Nee. Het is wel een beetje, we moeten wel een beetje de game kunnen, zeg maar. Dus je zou het niet zeggen, maar soms denken we nog dat we een spel kunnen. We denken soms dat we goed zijn in Call of Duty, maar het valt meestal tegen. Maar League of Legends hebben we dus allemaal niet zo heel veel ervaring mee. Dus helaas. Kunnen het misschien later een keertje doen, maar ik denk eerder dat we het bij wat andere games houden. Ja. Zeker. Soul Archer die vraagt zich af, vinden jullie dat games tegenwoordig te makkelijk zijn? En dat wij te vaak gaan kijken naar guides en wikis en YouTube-filmpjes en van alles. Dat spreekt zichzelf toch tegen, want als die games te makkelijk zijn, heb je die guides en wikis niet nodig. Dat games te makkelijk zijn, volgens mij was het te moeilijk. Dat klopt dan helemaal niet. Volgens te moeilijk volgens zijn. Volgens mij bedoelde hij te moeilijk. Ja. Ja, ik weet het niet, maar het maakt niet uit. Maar volgens ik vind, mij te moeilijk. Ik vind dat... Ja, dat klopt helemaal niet. Nee. Zodat de vraag ook niet helemaal. Gekke vraag, maar ik vind dat veel games te weinig games meer zijn. Heel veel van die games ben je Hollywood-ervaringen te zijn, waar je in principe niks fout kunt doen. En je weet wel van, oh ja, ik heb net dat randje, pak ik me nog net vast, maar dat is allemaal zo scripted. En ik hoop toch dat volgende dat vind ik op zich wel leuk, maar dat speel je meestal maar één keer en dan klopt. Ben je er wel mee klaar. Met games dus wil je echt gewoon meerdere keren spelen. Zo, wat een echte game is bijvoorbeeld een Dark Souls, weet je. Ja, dat precies. Is nog een echte game. En ik hoop toch dat meer ontwikkelaars naar dat soort dingen weer gaan kijken en een beetje afstappen weer van het hele cinematische en filmische spectaculaire gedoe. Daarbij grijp ik wel dus naar de wikis en guides en van alles bij Dark Souls. Dat is echt heel moeilijk om zelf uit te vinden. Klopt. En dat is ook leuk, dat hoort er een beetje bij om dingen op te zoeken en te vinden zo een beetje, vind ik. Wat hij zich dus ook afvraagt, vinden jullie dat games meer replay value moeten hebben? Ja. En dat hebben we dus net al gezegd, vooral die cinematische games en zo, die hebben dat wat minder. Ja. Maar een game als Dark Souls, dat is gewoon elke keer heel anders. Ja, maar ook bijvoorbeeld door een echte goede moeilijkheidsgraad te bieden. Bijvoorbeeld een Halo, die speel je op normal en daarna ga je hem nog een keer een legendary doen. Weet je, een singleplayer. Want replay heeft natuurlijk multiplayer, weet je, maar dat staat hier even los van. Maar replay in de singleplayer vind ik wel dat sommige games dat meer aan mogen doen inderdaad. Gewoon game plus opties geven, dat soort dingen. Ja. Oké. Okay. Raikkonen94 die vraagt welke oude Nintendo franchise zouden jullie het liefst op de Wii U zien terugkeren? Is dat Star Fox, Metroid of F-Zero? Ik heb weinig ervaring met al die drie games. Ja. Dus ik zou zeggen Star Fox. Ik vind het gewoon een cool karakter.
ik koos hem altijd ook in Super Smash, dus ja. Dat is zo'n beetje mijn lievelingskarakter uit de franchise. In principe twee van die dingen zijn niet echt oude franchises, want Star Fox heeft een nieuwe game gehad op de 3DS. Metroid hebben we op de Wii al gezien, tot drie keer toe ongeveer. F-Zero daarentegen. Die hebben we volgens mij al lang niet gezien, hè? Die is op de GameCube voor het laatst uitgekomen, ja. Dus ik zou zeggen een nieuwe F-Zero game. Oké, en ik Star Fox dus. Okay. Paramount die vraagt zich af welke software we gebruiken voor het greenscreen. Dat is een hele geheime prototype dingen die door Ilko en Daan in elkaar is gezet. Dat is allemaal top classified en zo. En dat mogen we eigenlijk niet onthullen. Echt waar? Ik dacht dat het gewoon Premiere Pro was, of niet? Dan hebben ze mij voor de gek gehouden. Ja, ik denk doen het ze alsof het heel lastig is zeker. Ja. Ja. Oké. Okay. iFooten, nee, het is gewoon Premiere Pro inderdaad. Dan kun je dat gewoon mee veranderen met een greenscreen. Het is wel even oefenen hoe je dat precies moet doen. En je moet een goed groen scherm hebben met goed licht. Dus dat wel. iFooten dan, die heeft ook nog een vraag. Wat verwachten jullie van Metro Last Light? Metro Last Light, ja, de vorige die heb ik gespeeld. Vond het schieten niet heel lekker werken. En als je in de trailers van deze game kijkt, dan is hij gewoon echt heel episch. Ja. Dus ja, ik zou hem wel halen. Ja, inderdaad. Ziet er goed uit. Wanneer komt hij eigenlijk uit? Binnenkort dit jaar, hij is iets vertraagd vanwege Deep Silver en THQ. Hij zou eigenlijk al uit zijn volgens mij op dit moment was het plan, maar hij lang nog even op ze wachten, hopelijk in de zomer. 3 maanden of zo. Oké, prima. Zoiets. Hij heeft nog een vraagje, op welke game zouden jullie graag een vervolg willen zien? Voor mij is dat Bionic Commando, die kwam nog voor deze generatie uit door Grin. Dat was eigenlijk al een leuke zeg, die vond ik ook heel erg vet. Dat was eigenlijk natuurlijk al een 3D remake, hè? Een reboot, ja. Van de serie gewoon. Ik vond dat hij heel goed was. Klopt. Vooral omdat je ook echt dat slingeren en zo, daar kan je echt veel beter in worden. Daar heb je echt skills voor nodig. Dus dat vond ik heel uniek. Dat zou ik wel terug willen zien. Ja, ik zie maar dat gaat niet gebeuren, want de ontwikkelaar die bestaat niet meer. Nee, klopt. En die game heeft ook niet zo goed gedaan volgens mij. Dus Capcom heeft er ook weinig trek in. Ja. Waar zou ik echt een nieuwe Project Gotham Racing? Ja, dat zou ik willen zien. En dat zal waarschijnlijk ook het geval zijn. Ja. Want er zijn al wat beelden van uitgelekt, soort van screenshots en zo. Klopt, ze waren mijn gezeur en gevraagd zat bij mij. Ik zocht en zeggen, maak die game nou maar, anders zijn we van hem af. Dus dat is gebeurd. Dus dat Daar mogen jullie mij voor bedanken. Graag gedaan. Pelmos, die vraagt, in welke plaats zouden jullie lief zien dat Fallout 4 zich afspeelt? Wat ik een beetje jammer vond in Fallout 3, dat het allemaal echt heel, heel bruinachtig en ik wil gewoon meer kleur zien. Heb je New Vegas gespeeld? Nee. Die was meer kleurrijk. Niet. Ja? Oké, nou dat zou ik dus wel meer willen zien. Ja. Meer palmbomen en gewoon Vegas-achtige sfeer, LA, weet ik veel wat. Meer ding kleur. Is, met Fallout natuurlijk wel dat het heel erg Amerikaans en zo is. Dus het zou zich wel in Amerika moeten blijven afspelen. Ik denk dat als je dat naar Europa of Azië of zo verplaatst, dat je het een beetje kwijt bent. Ja. Dus het gaat natuurlijk om dat hele, die angst voor die nucleaire oorlog en bla bla. Ja, precies. Wat zou ik echt zien? Ja, ik denk dan toch naar de... We hebben nu Washington gehad in Fallout 3, hebben we Las Vegas gehad in New Vegas. Dus misschien Los Angeles of zo, hè? Ja, zou een goede zijn. Ja, Los Angeles, San Francisco, de westkust is dat. Ja, ik moest even denken. Okay. RG Force, die vraagt, wat vinden jullie van de geruchten over de nieuwe Legend of Zelda? Ja, de geruchten. 2014 moet die uitkomen en het is een beetje een Skyward Sword idee. Ja, het grafische steltje, dat gaat daar heel erg op lijken. Ja. Verder weten we nog niet heel veel over de game. Er zouden oude dungeons en zo terugkomen, die we al eerder hebben gezien. Mm. Maar dan nog uitgebreider en helemaal gedetailleerd. Want dat kan de Wii U natuurlijk wel aan. Ja, inderdaad. Ja, er komt natuurlijk ook die ene Zelda game, hè? Hoe heet die? Die Cell Shaded. Windwaker komt daar terug. Daar komt een HD-versie van. Ik zit daar nou eigenlijk meer op te wachten. Ja, tuurlijk, zeg, die we weten nog helemaal niks over de nieuwe game. Ja. Dus eerst even uitkijken naar die game, die ziet er heel goed uit. Ja, dus we kunnen weinig over zeggen. Dan heeft hij nog een andere vraag. Wat denken jullie dat Bethesda dit jaar gaat aankondigen? Nou, we hadden het eerder al over Fallout 4, dus dat zou hem zomaar kunnen zijn. Dat kan ik inderdaad. Denk eigenlijk wel. Ze hebben natuurlijk nog de Elder Scrolls Online, waar ze flink mee moeten knallen. Ja, maar dat is al aangekondigd, zeg. Dus. Ja, en op zich Doom 4. Komt natuurlijk, dat is van id Software, dat is tegenwoordig ook Bethesda. Die schijnt opnieuw, compleet opnieuw gemaakt te zijn. Ja, en daar Wage zijn ze 2, zeker mee bezig. Wage 2 was gecanceld, volgens mij. Klopt. Dus Doom 4 lijkt mij een hele mooie om dit jaar eens flink uit de doeken te gaan doen en dan volgend jaar uit te brengen. Ja, en Dishonored, die moet ook nog aangekondigd worden, maar dat wordt misschien volgend jaar. Ja, Dishonored 2, ik denk dat ze daar nog even mee wachten, omdat die ene is natuurlijk al vrij kort op elkaar. En daar komt nog DLC voor. Ja, klopt. Die komt volgens mij deze week uit, hè? Ja, binnenkort. Klopt. Ja. Arjen die vraagt, waarom komen er tegenwoordig bijna geen demo's meer uit voor de release van een game? En hij heeft het vooral over de grotere games. Als het gewoon een level is uit de volledige game, zit er geen extra ontwikkelkosten aan. Ja.
Dat is niet helemaal waar, want je moet dat level uit de game halen en in de demo stoppen en een nieuwe beeld en alles maken. En dan waarschijnlijk moet je, testen moet je ook en bij Microsoft vooral ja. nog betalen dat het echt online komt te staan. Ja, klopt. Dat is altijd wel gedoe. Er komen natuurlijk kosten bij kijken. En het is een dingetje, het is niet zo dat die game af is en dat ze daarna even de demo gaan maken. Dan krijg je dus een demo ver na de release. Ze moeten tijdens het ontwikkelproces, zeg maar, voordat die game helemaal golden af is, moeten ze dan een apart team op die demo zetten. Ja. En dat gebeurt, ja, dan hebben ze blijkbaar niet zoveel zin om die kosten daarin uit te geven. Waarschijnlijk zien ze niet de returns daarop die ze verwachten. Ja, dat denk ik ook, dat het gewoon niet echt loont. En ik denk dat het wel, dat ook te maken heeft dat we een beetje aan het einde van de console-generatie zitten. Want ik bedoel, wat voegt een demo van Black Ops 2 toe over een demo van Black Ops 2? Dan kan je net zo goed Black Ops 1 spelen. Ja. Dat is ook een hele demo van het nieuwe deel. Ja, daarom. Ik denk dat de volgende generatie, als we weer wat nieuwe IP's en zo zien, zagen we deze generatie ook dat er weer meer demo's komen. Vooral nieuwe IP's. Ja, om even kennis te maken. Zeepkist.nl dan. Ja. Ik wil graag een PlayStation Vita, maar hoeveel gigabyte is ongeveer nodig om goed te blijven spelen en genoeg games te kunnen downloaden? Het is dus wel lastig, want al die memory cards die zijn vrij prijzig, vrij duur allemaal. Ik zou denken dat je voor een 16 gigabyte moet gaan, daar kan je 4 tot 8 games mee spelen. Die kan je daar allemaal op zetten, dus dan moet je wel af en toe wel weer oude content verwijderen en zo. Nou ja, kun jij 8 Vita games opnoemen die je zou moeten hebben? Nee, totaal daarom niet. Ik kan er niet eens 4 opnoemen. Dus, dus 4 gig heb je ook genoeg. Ja, nee, 16 gig is denk ik wel een mooie om het te kopen. In ieder geval een beetje klaar voor de toekomst. Wel duur, dat is jammer. Aan 32 gig kun je natuurlijk gelijk investeren, maar op zich is dat niet echt nodig op dit moment. Ja, nog niet. Nee. Jake Walkwelden, die heeft nog een vraagje. Welke vraag hebben jullie het meest beantwoord? 2 vragen die ik vaak voorbij heb horen komen is: welke game is beter en welke game moet ik kopen? Ja, hij slaat gewoon de kop op de spijker. De spijker op de kop. Helemaal gelijk. Dat krijgen we dus vaak te horen. Volgens mij, als we een game willen kopen, dan vragen ze het natuurlijk aan ons. Het mooiste vind ik altijd de vergelijkingen van welke moet ik kopen? Die hardcore RPG of die shooter? Games die totaal niks met elkaar te maken hebben. Moet ik kiezen voor Skyrim of Black Ops? Of Dishonored of Forza? Ja. Wel grappig. Wel leuk om te beantwoorden altijd. Het probleem is altijd met die vraag, weet je, dat ze altijd 2 goede games hebben, maar 2 totaal andere games. En denk je, eigenlijk moet je ze allebei halen. Ja, maar dat kan niet. Dat is wel jammer. Ja. Maar ik denk dat de meest gestelde vraag is ongeveer, Unlimited Gamer die heeft op YouTube een vraag gesteld en die vraagt zich af: spelen jullie wel eens de Slender Games? Ik heb ze niet gespeeld. Nee, we hebben wel een special. Barry heeft hem gespeeld voor een special. Die heeft erover geschreven en die vond hem heel erg vet. En er komt natuurlijk een nieuwe nu aan met goede graphics en alles. Die andere was natuurlijk een browser gamepje. Maar ik heb hem eerlijk gezegd niet gespeeld, nee. Oké, ik heb die eerste gespeeld en ik kan alleen zeggen dat hij fucking eng was. Ja. Dus na iets van 3 keer te spelen of zo had ik het echt opgegeven, want mijn hart kon het gewoon niet aan. Ja, hart kon serieus. Oké, maar eigenlijk s'avonds om 3 uur s'nachts. In het donker, dat wil je echt niet meemaken. Dus ik zou het niemand aanraden om die game te spelen. Het is gewoon veel te eng. Ik ga het proberen. Ik heb er nu zin in. Game Legend 007. Zou ik nu nog niet voor Speed Most Wanted kopen voor €40? Hij kwam in 2012 uit. Dan is €40 nog best wel duur. Ik zou even wachten op een prijsdaling. Ik weet niet, als je een Wii U hebt, moet je de Wii U-versie kopen. Ja, is beter. Dat wel. Maar op zich, ik vind Most Wanted was een hele vette race game. En als je zegt van ik wil nu een game kopen €40, zou ik hem zeker doen. Ja. Nou, waarom niet? Maar als je denkt van ik heb het niet echt nodig, wacht even tot hij 30 is of zo. Zeker. Maar het scheelt ook weer niet zoveel. Kopen gewoon. Boeit het. Ja. Oké, dat waren alle vragen van de nieuwe Q&A Tuesday van, hoeveel is het eigenlijk? 16e? Zoiets, ik denk het wel. Ja, 16e, klopt. Aflevering 50 alweer. Stel voor volgende week weer al jullie vragen hieronder in de reacties op YouTube en op XGN natuurlijk. Dan nemen we ze volgende week allemaal mee. Dan zitten we hier. Tenminste, waarschijnlijk zit Hugo dan hier, maar Noe die is er altijd weer bij. Ja. Dus dat gaat allemaal goed komen. Dus stel jullie vragen en tot volgende week. Tot volgende week.